Op een kloostermuur in Toledo, Spanje, staat het volgende gedicht. Wandelaarje, voetstappen zijn de weg en niet meer dan dat. Wandelaar, er is geen weg. De weg ontstaat al gaande. Al gaande ontstaat de weg en als je achterom kijkt, zie je het pad dat je nooit meer kunt gaan. En voor je ligt een zee vol rimpelingen. Ik heb het gevoel dat dit gedicht wel een beetje duidt waar we nu staan in de geschiedenis. We weten nog niet hoe het pad naar voren zal gaan, maar we weten wel wat er achter ons ligt. Maar hoe moet het verder? Het doet me denken aan het verhaal van de Emmausgangers dat we ook deze week lezen. Volgelingen van Jezus die een ideaal op hem gelegd hebben en hopen dat hij een nieuwe weg zal openleggen. En dan wordt hij gekruisigd. Dan sterven alle idealen, sterft alle hoop met hem aan het kruis. Ze lopen terug in het donker naar hun dorp en vragen zich af wat ze nog moeten. En dan ineens komt er een reisgenoot bij ze. Hij vraagt wat er aan de hand is, maar hij legt ook uit wat er gebeurd is en hoe dat in het licht van de geschiedenis te zien is. Dat er hoop is, dat er toekomst is. En dan komen ze thuis en gaan ze aan tafel met elkaar. Jezus breekt het brood en daarin zien ze dat het Jezus is, de opgestane. Dat er een weg is die verder gaat. Heel mooi heeft Henk van Loenen dat in een gedicht over dit verhaal samengevat met de volgende woorden. Dat uitgerekend de nacht het licht bevat van de wereld. Het is onverklaarbaar zo logisch. Je ziet wat er ineens aan goedheid, aan vreugde en aan solidariteit oplicht in het donker van die coronacrisis. Dan denk je, ja, dat heeft hij toch mooi gezegd. Uitgerekend in de nacht ligt het licht van de wereld. Laten we dat vasthouden als we voortgaan.